Ja, er bestaat een geneeskunde 2.0, een nieuw paradigma waarbij de focus verschuift van het behandelen van symptomen naar het begrijpen en aanpakken van de onderliggende oorzaken van ziekten. Dit nieuwe inzicht erkent de complexe interacties tussen genetische, omgevings-, leefstijl- en psychosociale factoren die het functioneren van het lichaam als geheel beïnvloeden. Dit evoluerende paradigma richt zich op een meer gepersonaliseerde en preventieve benadering van de geneeskunde. Hierbij wordt de patiënt gezien als een uniek en complex systeem en werken artsen samen met hun patiënten om de gezondheid te optimaliseren. Dit betekent minder afhankelijkheid van medicatie die symptomen onderdrukt en meer nadruk op interventies die de oorzaak aanpakken, zoals voeding, leefstijl, stressmanagement, probiotica en andere natuurlijke therapieën. Hoewel steeds meer artsen dit nieuwe paradigma omarmen, blijft de volledige acceptatie in de klassieke geneeskunde onzeker. Uitdagingen zoals de invloed van de farmaceutische industrie, de beperkingen van het huidige zorgsysteem en de weerstand van sommige artsen en patiënten blijven bestaan. Toch zijn er ook tal van kansen om dit nieuwe paradigma te bevorderen, waaronder de groeiende vraag van patiënten naar meer zeggenschap over hun gezondheid, de opkomst van nieuwe technologieën om gezondheid te meten en de groeiende erkenning van de rol van de darmflora en ontstekingsreacties in de geneeskunde. Ik kom hier de komende dagen op terug. Bedankt voor het kijken.